De politie Nijmegen wil graag een meisje bedanken die vrijdagmiddag haar fiets uitleende aan een agent bij een achtervolging. Op dat moment waren twee agenten bezig met een drugscontrole van een auto aan de Bisschop Hamerstraat. De bestuurder van die auto, die verdacht werd van een drugsdeal, zette het plotseling op een lopen. Twee voorbijgangers stelden hun fietsen ter beschikking aan de politie, die daarmee de achtervolging inzette. En die was succesvol, want de verdachte is aangehouden. De identiteit van één van de behulpzame fietsers is bekend, maar van de ander niet. Het gaat om een meisje van ongeveer 16 jaar die op dat moment het centrum infietste. De politie wil graag met haar in contact komen om haar te bedanken voor die actie.